dolletjes, mijn lieve dolletjes. Ik ben verliefd op mijn lieve dolletjes. Ah! Ah. Oom Dagobert! Huh? Stop! Wij zijn het, oom Dagobert! Oh, zijn jullie het maar. Nou, kom binnen. Zeg eens, wat kan ik voor jullie doen? Wij helpen de sportvereniging van de stad. Sport? Prima idee. Bedoelt u dat u onze vereniging steunt? Natuurlijk steun ik die. Geweldig, en het kost u maar weinig geld. Geld? Wat bedoel je met geld? Nou, al onze supporters doen een donatie. Als u nou de beker voor de voetbalwedstrijd betaalt, kijk! $1,49? Weet je, met steun dacht ik aan morele steun, juichen, aanmoedigen en dat soort dingen. $1,49, dat is heel veel geld. Wacht eens even, ik heb zelf een beker. Even zoeken, waar is die nou? Gevonden. Alsjeblieft, een beetje stoffig misschien, maar heel geschikt voor een voetbalwedstrijd. Hoe ik eraan kom, weet ik niet meer, maar dat hindert niet. Waarom Dagobert? Die beker is... Niets te danken. Ik heb het er graag voor over. Wat een gierigaard. Geeft hij ons dat oude prul, zodat die andere over dollar uitspaart? Ja, waarschijnlijk is hij nog geen stuiver waard. Zeg, jongens, mag ik die beker even van dichtbij bekijken? Schitterend. Het vakmanschap is prachtig. Wat is hij nog in goede staat? Jongens, ik ben curator van het Oudheidkundig Museum van Duckstadt. Die ranke Urn van jullie stammt uit der präsumarischen Kultur van die Hebe-Jebe-Vallei. Beseffen jullie wel hoe veel die waard is? Uw krans, meneer. Dankjewel. Voetbalbeker miljoenen waard. Miljoenen? Verder nog iets, meneer? Geef Dagobert $1,000,000 weg. Doet hij zomaar in schenking. Wat schuldig van hem. Die beker is een aardig bedrag werd, zeg. Als ze maar de nodige voorzorgsmaatregelen hebben ge... Mijn hemel, te zwijgen, jongens! Kijk eens, broertje, daar heeft iemand zijn ochtendblad weggegooid. Even kijken naar het nieuws van Duckstadt. Precies op tijd. Binnen, oom Dagobert. Doe nou, jongens, wees toch een beetje redelijk. Kijk, hier heb ik een splinternieuwe beker. Dank u, we nemen hem graag aan. Oh ja? Ja hoor, dan wordt dat de prijs voor de tweede plaats. Ah, jullie willen mij alleen maar uitbuiten. En u probeerde misbruik te maken van ons. U kunt die beker alleen maar terugkrijgen door hem te winnen. En hoe kan ik dat dan doen? Door het winnende elftal te sponsoren. En ik neem aan dat jullie mij kunnen zeggen welk elftal een sponsor nodig heeft. Jullie zijn duidelijk van plan elke cent uit mij te wringen die ik heb. We willen alleen maar een nieuwe bal. Wat is er dan met deze? Daar markeert toch helemaal niets aan? Komt iemand ons nog helpen? Ik kom zo bij. Ik moet even wat opruimen. Wat een stuntelaar. U dacht zeker dat ik ze liet vallen. Wauw, die hebben we net nodig, zeg. Bedankt. Blij te kunnen helpen. Ziezo, kan ik misschien nog wat voor u doen? Ja, mijn jongen. Jij kan zeker nog iets voor ons doen. Je moet ons elftal eens zien. Op het laatste moment van de straat bij elkaar geplukt. Ah! Hallo jongens, ik heet Sport Govi. Ik ben tot jullie trainer benoemd. Wie van jullie heeft er wel eens voetbal gespeeld? Het is heel eenvoudig. Het gaat erom dat je de bal in het doel van de tegenpartij krijgt en ervoor zorgt dat hij uit het jouwe blijft. Begrepen? Weten jullie wat dit is? Mooi! Laat eens zien wat je ervan kan. Wie geeft die eerste trap? Thank you.
mooie voetbal. Goed. En wie eens kijken naar jullie samenspel. Gaaf, teamwork. Intussen, in het duistere deel van de stad. U moet er wel voor zorgen dat u voldoende eieren bij het citroensap doet. En waarbij u dan vooral niet moet vergeten dat... Hey, dat lijkt me niet. Luilak, hè? Jullie zitten de hele dag te kijken naar de tv. Terwijl de tweeling hier voor een karwei heeft gezorgd. Ja, wat dan? Nou, onze goede vriend Dagobert Duck geeft een beker weg van meer dan $1 miljoen. $1 miljoen? Hey, wacht eens even. Weet je, als ze nou wachten tot na de wedstrijd, dan weten we wie de winnaar is. En misschien, heel misschien, kunnen we de beker stelen van de winnaar en hebben wij de beker. Zo is het toch, baas? Dat, kleinbroertje van mij, is een heel erg snugger idee. Maar ik weet iets beters. We bellen een paar van onze neefjes... en maken ons eigen voetbalelftal. Nou, dan winnen we snel die beker... en nemen die eerlijke schat mee naar huis. Maar we weten niets af van voetbal. Nee, toch? Dat is ook niet nodig, weet je, broertje. Wij maken gebruik van ons zeer geheime en betrouwbare wapen. Boel, boel. Valspel! Die sportgoofie doet veel meer goed dan goed is. Misschien moeten we dan maar eens een afspraakje met hem maken. Ja, dat zal hij leuk vinden. Dat ziet er goed uit, jongens. Zware jongens favoriet, 1 miljoen tegen 1. 1 miljoen tegen 1? Ah! Wat is er nou? De wedstrijd, we spelen tegen de zware jongens. Maak je niet ongerust, we spelen een eerlijk spel totdat een van ons wint. Maar jij kent die zware jongens niet zoals ik, die spelen niet eerlijk. Oh, niet eerlijk. Wat betekent dat? Het betekent dat ze alles doen om te winnen. Papieren vervalsen, valse getuigenis afleggen, mijnheid plegen, scheidsrechters opkopen. Ze spelen vals. Vals? Dat mag helemaal niet. Dat is een goed idee. Ik ga ook naar bed. Mannen, jullie moeten vanavond vroeg naar bed. Dan kunnen jullie morgen uitgerust heen gaan. Zo, tandjes poetsen. Wacht eens even. Het licht moet nog uit. Dat doen wij wel. Goedemiddag, voetballiefhebbers en iedereen uit Dukstad die gekomen is voor het kampioensduel tussen de hooggeprezen zware jongens en de groenruggen van Dagobert Duck. Beide clubs strijden om die ene felbegeerde hoofdprijs, de beker van 1 miljoen. De beide elftallen bereiden zich voor in hun kleedkamers en hun geestdrift is haast voelbaar. Noem mij maar een sentimentele oude dwaas, maar ik vind dat als je een wedstrijd voor mij speelt, jullie er als een echt elftal uit moeten zien. Nou, zeg eens wat. Hoe is dit? Jongens, wat is er? Waar is Goofy? Kijk eens, dit staat op de kleedkamerdeur. Beste groenruggen, Goofy kan vandaag niet naar de wedstrijd komen, want hij voelt zich niet lekker. PS daar alweer. Vergeet vooral niet de beker op te poetsen. Ik wist dat zoiets zou gebeuren. Die ellendige zware jongens. Ze hebben Goofy. Mannen, zet je schrap. Besef wat dit betekent voor de burgers van Dukstad. En voor mijn portemonnee. Heren, onze eer staat op het spel. De overwinning ligt voor ons klaar. Ga erheen en vecht. En win mijn beker terug.
heeft helemaal niets om sport, Goofie. Na alles wat hij voor ons elftal heeft gedaan. Alle mensen, wat een mensen zijn er vandaag. En dat alleen maar voor een wedstrijd. Daar komen de zware jongens aan draven. En daar is dan het geliefde elftal, de Groenruggen. Maar... wacht eventjes, waar is hun trainer Sport Goofie gebleven? Nou, dat ziet er recht uit als een geweldig elftal. Zeker met die nieuwe aanvoerder van hem. Weet je, jongens, de trainer is niet belangrijk. Als ze hun best maar blijven doen, hè. Tjonge, wat een zul is dat. Zeg, nu je elftal toch aan het verliezen is, kunnen we je ergens een plezier mee doen? Ja, graag. Kan ik misschien een glaasje water krijgen? Ja hoor. Bedankt. Graag gedaan. Is er nog iets dat je had willen hebben? Nee, dit was het voorlopig. De aftrap gaat nu plaatsvinden. Kom op jongens, het lukt ons best. Leo Loeier geeft een voorzet, maar de bal wordt door de Groenruggen onderschept en zij gaan mee door. Tjonge, een olievlek op het veld. Kijk dan toch! Zie je niet wat ze daar aan doen zijn? De Groenruggen hebben de grootste moeite met het voetenwerk. De zware jongens hebben nu balbezit en steven een hap op het doel van de tegenpartij. Willeboel gaat schieten! Goal! 1-0! Goal! Mooie gefouten, goed zo! Dank je! Waar is mijn bril nou? De Groenruggen vechten terug, maar kruis dat voorhanden. Geen schijven kans. Prachtig boerangschot en de zware jongens bouwen een steenharde verdediging op. Weg met die bal, daar gaat ie. Dat was even stikken. Goal! Goal! De Groenruggen zullen er hard aan moeten trekken. Nee, hey, daar wordt stilleswerk verricht. Een Groenrug wil een kopbal geven, maar dat geeft hem alleen een barst en een koppijn. Zoiets is nog verboden. Daar is hij! Hij vliegt over het veld. Kom hier! Hey, dat is vals spel! Je meent dit! Was Bok, wat al die kans kan goed zijn. Die in bijzonder grote problemen zijn in de wedstrijd tegen de zware jongens. Kunnen de Groenruggen nog terug? Kan Groen straks misschien nog wat doen? Of Simon Groen, dat scheelde trouwens bijna daar. Want Simon Groen heeft heel goed gedaan. Nico, maar hij komt er ook voor de Groenruggen op dit moment. De deur is dicht, het licht is uit, de eitjes zijn koud en het boter wordt hard. Als een stoomwals rollen de zware jongens over het veld. Geruineerd, ik ben er geweest, verslagen, kapot. Waar ben je, Sport Goofie? Die zit hier. Hé, hey, daar gaat hij, gas op de fluit. De eerste helft zit erop en het ziet er somber uit voor de Groenruggen. De zware jongens hebben een 10, de Groenruggen 0. In de pauze wacht u een grote attractie. We hopen dat u met plezier zult luisteren naar de drumband van de gemeentepolitie van Dukstad. Ging die even goed? Wat een spel! Dat elftal is een stelletje watjes. Zeker niet Sport Goofie er niet bij is. Hey jongens! Hey! Goofie! Wat geweldig dat je er weer bent! We stellen een aanvalsplan op. We spelen als nooit tevoren. Ja! Zo, we zullen ze nu laten zien wat we werkelijk waard zijn. Nou, makkers, die wedstrijd is voor ons een fluitje van een cent. Maar die beker is even wat meer waard. En die wordt zo van ons. Daar heb je Goofie. Ik dacht dat jullie hem hadden vastgeknoopt. Nou goed, niks aan de hand. We zullen hem vermorzelen. Hallo, zijn jullie klaar? Wanneer je maar wilt. Beren schiet hem over het veld. Leon valt aan. We gaan naar het doel. Uitstekend afgeweer door Goofie. Even dribbelen op de plaats. Schieten! Ja, goed! De Groenruggen zijn eindelijk wakker geschud. Goofie weer de bal af te pikken en schiet. Ja, die schiet!
meer te houden. Govi, hij rent over de trainingslijn, maar hij op een muur van verzet uit. Hij gaat naar links, hij gaat naar rechts, hij gaat naar links, hij gaat naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, 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 Oh, Dagobert, kom snel! Het elftal gaat op de foto! Zie je wel, als je maar eerlijk speelt en als elftal samenwerkt, kan iedereen nummer 1 worden.